Hey lieve mensen, vandaag een tip over slapen, of ter inspiratie inderdaad over slapen. Ik heb namelijk een klant die, toen ze bij mij kwam, vertelde onder andere dat ze al jarenlang, en dan heb ik het echt over jaren, echt heel erg lang al, gewoon heel slecht slaapt. Een paar uurtjes maar, en dan wakker ligt en niet meer in slaap komt. Moeite heeft met inslapen en dan piekeren slaat. En ik kan je vertellen dat ze ondertussen meestal gewoon heel goed slaapt. Dus echt van altijd slecht slapen naar gewoon bijna altijd goed slapen. Dus echt natuurlijk waanzinnig gaaf. En waar zit hem dat nou in? Eigenlijk, dit is ook weer zo'n probleem. Hè? Ik help mensen met herstellen van een burn-out, het verwerken van een verlies of een heel heftige gebeurtenis. Mensen die in de put zitten weer helemaal blij maken. Dus ook na het slaapklachten. Ik ben erbij heen zitten van burn-out, of heb ik dat al genoemd. Mensen met angstklachten. Ik is gek niet bedenken eigenlijk. We gaan namelijk altijd naar de kern. En dat is de basis van alles. De basis van alles is zelfliefde. En wanneer voel je die zelfliefde? Door te beseffen wie je werkelijk bent. En als je beseft wie je werkelijk bent, je ware zelf ontdekt, gaat herkennen en ervaren, dan lig je niet meer wakker van piekergedachten. Dan weet je dat het maar gedachten zijn. En het is natuurlijk, gaan we in dit verhaal hebben ook hulp van de Law of Attraction, wet van aantrekking, oefeningen. Dus een manier is ook gewoon natuurlijk heel erg om gewoon die focus helemaal af te halen. Het is anders zo'n ding geworden. Dus haal je focus er helemaal vanaf en focus je op die gebieden in je leven die wel goed gaan. En het betekent dus ook dat je er gewoon niet meer over praat. Niet praten over van, oh, dat heb ik vannacht weer slecht geslapen. Gewoon niks over zeggen. Niet over klagen. Het is een uitdaging, maar het is mogelijk. Niet over praten en je alleen maar aandacht geven aan de dingen die allemaal wel goed gaan. En dat doet alleen al heel erg veel. Maar de uiteindelijke blijvende basis zit hem in herkennen wie je werkelijk bent. En van daaruit is alles oké. En als alles oké is, laat je los. Laat je weerstand los. Heb je geen angst meer, geen piekergedachten meer. De gedachten komen misschien vanzelf op, maar je hecht er geen waarde meer aan, dus je hebt er geen last van. En dat is ook de reden waarom ik nooit meer ergens wakker van lig. Want ondertussen is dat eigenlijk al jaren zo. Ik denk 3,5 jaar geleden, toen heb ik nog in de diepte al gezeten. Toen kon ik een poosje echt gewoon niet slapen. Maar dat is ondertussen alweer een paar jaar helemaal goed. Ik lig nooit ergens wakker van. Hoe erg soms. En ik heb soms ook in erge, echt vreselijke omstandigheden gezeten. Waarvan ik zeker weet dat de meeste mensen echt wakker zouden liggen s'nachts. Ik lig niet wakker van. En dat is natuurlijk belangrijk. Want slaap is natuurlijk super belangrijk voor onze gezondheid. En voor ons gemoedstoestand. Dus twee dingen. Als eerste is, haal alle focus ervan af. Als je slecht slaapt. Praat er gewoon niet over, klaag er niet over. Besteed er gewoon geen aandacht meer aan dat probleem. En focus al je aandacht op alle dingen die in je leven die er wel goed gaan. Dus alle andere gebieden die er wel goed gaan. En het tweede is herkennen wie je werkelijk bent. Beseffen, echt ten diepste beseffen wie je werkelijk bent. Want dan laat je al die identificatie met al die gedachten die je niet werkelijk bent, laat je los. En dan krijg je vanzelf meer rust, liefde, ontspanning, vertrouwen. En dan ga je uiteraard ook beter slapen. Alright, vraag hierover. Wil je meer over weten? Zet het hieronder of stuur me even een berichtje. En dan wens ik jullie een hele fijne dag.